Sorry dat we zo laat zijn. Ja, laten we beginnen met het Isma Journaal. Het Isma Journaal. Hallo, leuk dat jullie kijken naar het Isma Journaal. We beginnen zo met het eerste nieuws. We zijn het langste volk ter wereld. In de afgelopen 150 jaar zijn Nederlanders gemiddeld 20 centimeter gegroeid. En daardoor hebben we de Amerikanen ingehaald. De Amerikanen zijn misschien niet meer de langste, maar ze hebben wel nog een ander record. De mensen in de Verenigde Staten zijn namelijk de dikste mensen ter wereld. Nederlandse mannen zijn gemiddeld 1,84 en gemiddeld wordt een vrouw 1,71. Onderzoekers dachten altijd dat je lengte vooral lag aan wat je at, maar dat is helemaal niet zo. Want de lengte van je ouders en opa en oma zijn veel belangrijker. Heb je nu niet zo lange ouders en wil je toch groter worden, dan kan je het best veel melk drinken en veel kaas eten. Daar ga je volgens de onderzoekers ook flink van groeien. Oma Miko is de eerste 100-jarige die de 1500 meter zwemt in een wedstrijd. Ze deed er 1:15:54 over. Ze komt uit Japan en traint 4 keer per week. En ze krijgt ook privéles. De kat van de beroemde modeontwerper Karl Lagerfeld is miljonair. Ze heet Choupette en verdient miljoenen. Met reclamespotjes voor grote merken. De kat wordt steeds populairder. Ze heeft al meer dan 58.000 volgers op Instagram. En daar hebben we ook een stelling over. Het is zielig om een huisdier te gebruiken voor een reclame. 62% is hiermee eens en 38% is hiermee oneens. Dit was het Isma Journaal. Tot de volgende keer. Doei!